Vanaf bepaalde dieptes wordt er in België gesproken van een constante temperatuur. Vanaf deze diepte is de constante temperatuur bruikbaar voor verwarming en sanitair warm water. Waarom wordt er geothermisch geboord? Daarvoor zijn we in Heuveland. Geothermie is aardwarme, thermische energie. Dat wil zeggen dat er warmte kan gewonnen worden uit de aarde en gebruikt worden in woningen voor het verwarmen ervan ofwel gebruik van sanitair warm water. Wij worden ingezet wanneer er sprake is van een geothermische warmtepomp. Een installateur contacteert ons bijvoorbeeld wanneer deze een project heeft omtrent geothermie. Wij komen langs, wij voeren de correcte boringen uit. De installateur plaatst de warmtepomp en alles wordt op elkaar aangesloten. Wij proberen ten alle tijde te vermijden dat wij zowel bovengronds als ondergronds geen vervuiling toebrengen. Dat wil zeggen dat wij dus bovengronds altijd de werf heel proper en net nalaten. Wij laten geen papier of plastic rondslingeren. Maar ondergronds wil het ook zeggen dat wij geen stalen gewichten of grout daar gebruiken in de ondergronds. Dus op de meeste gevallen dient er een zwaar stalen gewicht aan de sonde gehangen te worden, zodat de sonde zelf op diepte geraakt, op de 87 meter in dit geval. Wij zijn in staat om de stalen gewichten te recupereren. Dus dat wil zeggen dat wij ook niet telkens een stalen gewicht van 60 kilo dienen na te laten. Alles keert terug, zodat het enige die in de grond nablijft, effectief de sonde zelf is. We onderscheiden twee soorten boorafval. We hebben ten eerste de vaste materie en we hebben het boorwater zelf. Het boorwater zelf proberen wij zoveel mogelijk te hergebruiken, zodat er een minimum van water verbruikt wordt. Achteraf wordt het boorwater ofwel gerecycleerd, ofwel wordt ervoor gezorgd dat het water kan indringen in de ondergrond op de boorlocatie zelf. Dit kan enkel maar gedaan worden indien er voldoende plaats is om dit te doen. De vaste materie wordt dan ofwel afgevoerd of dat blijft die ook ter plaatse liggen, indien de klant in kwestie de grond nog kan gebruiken. In de meeste gevallen wordt het afgevoerd en gerecycleerd door een erkende recyclagefirma.